Rechtstreeks vanuit onze hoofdstad is dit Hart van Nederland. Met vandaag heftige emoties bij Kenisse na zeer waarschijnlijke vondst Farida. Hoge boete voor het gooien van een klokhuis uit een auto. En het is u vast niet ontgaan. Het is vandaag 11-11-2011. Dit is Hart van Nederland met Evelien de Bruin. Dames en heren, goedenavond. Verslagenheid, boosheid en verdriet in Spijkenisse. Daar werd vanmiddag in het Mallebos naar alle waarschijnlijkheid het lichaam van de 22-jarige Farida Sargar gevonden. Gisteren had de verdachte Patrick S. deze plek aangewezen. Farida werd sinds augustus vorig jaar vermist. Ja, het is heel erg. Heel zielig. 22 jaar. Mijn eigen dochter is 21. En dan dit meisje 22? Nee. Hier in de straat waar Farida woonde, wordt het nieuws dat haar lichaam is gevonden met ongeloof ontvangen. Luguber. En allemaal net om de hoek. Ja, wie verwachtte nou zoiets? Nee, wat dat betreft. Even de koude rilling over je rug. Schokkend. Het is hier in de buurt, het is een paar straten verder. Het is gewoon een heel eng idee. Hem moeten ze ook pakken. Echt, waar hij haar aan gedaan hebt, moeten ze bij hem ook doen. Echt. Even verderop in het malle bos zijn er, ook bij het invallen van de duisternis, nog altijd veel mensen aan het werk. Zojuist is een stoffelijk overschot dat hier in het malle bos is aangetroffen, afgevoerd met de lijkwagen. Nu start het identificatieproces en dat zal gebeuren aan de hand van DNA en mogelijk aan de hand van gebitsanalyse. Maar niemand twijfelt eraan dat het inderdaad Farida is die hier vanmiddag is gevonden. Ook de mensen die spontaan naar het Mallebos zijn toegekomen, reageren geschokt als het lichaam wordt gevonden. Wat doet dit u? Ja, toch wel veel. Ik heb ook twee meiden. En dan denk je wel eens, god, stel je voor dat er een van die meiden nooit teruggevonden wordt. En dan denk je daar veel aan. Ik heb even geen woorden. Ik heb echt even geen woorden. De zoektocht in het Mallebos in Spijkenisse begon vanochtend vroeg al. Zodra het licht was, gingen forensische experts aan de slag. Stap voor stap en heel voorzichtig werd er de hele dag gegraven. Tientallen medewerkers van verschillende opsporingsdiensten, zoals het KLPD en het Nederlands Forensisch Instituut, zijn betrokken bij het onderzoek. De plek waar Farida volgens de aanwijzingen van verdachte Patrick S. is begraven, wordt minutieus afgezocht. Met een kruiwagen wordt de aarde verzameld, waarna deze korrel voor korrel wordt gezeefd. Een zorgvuldig karwei om geen sporen verloren te laten gaan. Rond 3:30 wordt bekend dat er een lichaam is gevonden. Een lichaam waarvan opvalt in ieder geval dat daar een voet aan mist. Maar waarvan wij wel kunnen zeggen dat we er ernstig rekening mee houden dat dat het lichaam is van de inmiddels langer dan een jaar vermiste Farida Sargar. Opvallend is dus dat er een voet mist bij het gevonden lichaam. Maar vandaag maakt de justitie bekend dat dat lichaamsdeel ook al is gevonden. Vorige week is er gezocht in en om de schuur bij het huis van Patrick S. Daar is toen een voet gevonden, verpakt in een voorwerp. Ik begrijp dat het voor mij op dit moment nog wat vroeg is om daar conclusies over te trekken. Aan de andere kant, het zou wel heel sterk zijn als dat allemaal toeval is. Het onderzoek in het Mallebos is inmiddels afgerond. Morgen wordt de omgeving weer vrijgegeven. De twee crossers die boswachter Sjaak van Dijk uit het Overijsselse Nijverdal aanreden, worden niet vervolgd. Een maand geleden werd Sjaak tijdens een wandeling in zijn vrije tijd het ziekenhuis ingereden door twee wildcrossers. Sjaak liep meerdere botbreuken op in zijn been, terwijl de twee hem hulpeloos in het bos achterlieten. Pas uren later werd hij gevonden door zijn zoon. De twee crossers hoeven zich niet te verantwoorden vanwege gebrek aan bewijs. Staatsbosbeheer was vol groene moed toen er twee mannen werden gearresteerd. Wij dachten van de politie heeft twee mannen opgepakt. Dus dat ziet er goed uit. En dan worden in ieder geval de mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn, die worden hiervoor aangesproken. Maar nu heeft de politie de zaak geseponeerd. Want het is wel duidelijk dat de mannen hier in het bos zijn geweest aan het crossen. Maar het is niet duidelijk dat zij degene zijn die onze boswachter verwond hebben en hem gewond hebben achtergelaten. Voor de politie blijkt het moeilijk bewijzen te vinden. Het is lastig, de mannen die hadden helmen op dat moment en de kentekens bleken vals. Dus het is moeilijk om te bewijzen dat zij degene zijn die onze boswachter verwond hebben. Dit tot grote teleurstelling van Sjaak en de andere boswachters. Ja, Sjaak is erg aangeslagen, net zoals zijn collega's en mijn hele organisatie natuurlijk. Want je hoopt natuurlijk dat degene die zoiets doet daarvoor verantwoordelijk wordt gesteld en dat is niet zo. Staatsbosbeheer laat het er niet bij zitten.
We gaan nu kijken wat we nog kunnen doen. Er is gewoon een hele procedure die je kan doorlopen, een juridisch traject. En wij willen eigenlijk gewoon gaan vragen om nog eens een keer goed naar deze zaak te kijken. Maar ondertussen is Sjaak nog lang niet de oude. Het gaat niet zo goed met Sjaak nog. Sjaak heeft nog een hele lange weg te gaan. Hij moet revalideren. Hij heeft nog dagelijks pijn. Hij is inmiddels voor een tweede keer geopereerd. En dit doet echt wat met je als er zoiets met je gebeurt. De onderkaak van Nicole van den Hurk is verdwenen. Dat bleek na het opgraven van het in 1995 vermoorde meisje. Dit maakte het Nederlands Forensisch Instituut vandaag bekend. Het stoffelijk overschot werd in september opgegraven om nieuw onderzoek te doen in de zaak. Nicole verdween op 6 oktober 1995 toen ze op de fiets naar haar bijbaantje ging. Haar lichaam werd in november van dat jaar gevonden in de bossen tussen Mierlo en Lierop. Het stoffelijk overschot is destijds teruggegeven aan de nabestaanden. Volgens het NFI is er toen materiaal achtergehouden voor nader onderzoek. Maar het is nu niet meer te achterhalen of haar kaak daarbij zat. De nabestaanden van Nicole zijn vanmiddag persoonlijk op de hoogte gebracht. Ze wordt binnenkort in besloten kring herbegraven. Ook bij ons draait de maag om als je hier achterkomt. Maar daarom hebben we dus samen met de politie zo ons best gedaan om het materiaal terug te vinden. En helaas hebben we dus moeten constateren dat het niet gelukt is. Er mogen weer schepen varen onder de Koningin Julianabrug in Alphen aan de Rijn. De provincie staat scheepvaart op de Oude Rijn sinds vanmiddag in beperkte mate toe. Gisteren werd de brug per direct gesloten toen tijdens een inspectie bleek dat hij op instorten staat. De brug is voorlopig nog wel gesloten voor wegverkeer. Ja, het is natuurlijk voor de winkeliers ook een ramp hier. En straks natuurlijk alles over die Alpen-Zwijtsbrug, natuurlijk een drama. Na klachten van omwonenden over een trillend geluid besloot de gemeente om de brug eens goed door te lichten. Tijdens de controle kwamen de inspecteurs erachter dat op de draaipunten van de hoofdconstructie roest is gevormd. Dit zorgt ervoor dat het bouwwerk ieder moment kan bezwijken. Ja, het is jammer, want de infrastructuur is natuurlijk belangrijk voor Alphen aan de Rijn. Dus op het moment dat de helft van je bruggen eruit ligt, om het zomaar te zeggen, dan is het lastig om aan de andere kant van de Rijn te komen. Er komt natuurlijk heel veel mensen over die brug heen. Het is een belangrijke verkeersader hier in Alphen. En heel veel mensen met fiets en lopen die hier toch eventjes gauw de vlees komen halen. En dat is voor ons geen positief bericht dat die zo lang dicht gaat. Bij de FOA zitten ondernemers die te maken met transport, die veel logistiek doen. Dat is lastig. Die hebben gewoon een route minder en worden ook geteisterd op de spitsmomenten. Dat op de andere routes natuurlijk heel veel auto's staan die er doorheen moeten. En daarnaast is het ook lastig voor retailondernemers die hier in de buurt zitten. Die hebben normaal gesproken natuurlijk een loop bij winkels. En die wordt verstoord door het feit dat deze natuurlijke loop die over deze brug al jaren gaat en nu niet meer is. Ik weet wel dat deze brug voor de laatste keer in 2003 opgeknapt is. En dat toen de verwachting was dat die er heel veel jaren tegenaan zou kunnen. Dus niet? Dat blijkt. Ik heb heel veel vragen van hoe kan dat nu en hoe is dat gegaan. Ik heb daar natuurlijk geen antwoorden op. Dat weet ik ook niet. Voor mij is belangrijk nu dat er dus geen ongelukken gebeuren. Twee, dat de verkeerscirculatie gewoon in Alphen aan de Rijn op gang komt. En dat moet opgelost worden. Dus we zijn eigenlijk maar met één ding bezig op dit moment. Hoe krijgen we zo snel mogelijk alles weer in beweging? De komende dagen moet duidelijk worden of de brug wordt gerepareerd of dat die vervangen moet worden. In de supermarkt kost een kilo appels al gauw zo'n 1,5 euro. Maar Hille Asjes in Leeuwarden moet voor een afgekloven klokhuis toch echt wat meer afrekenen. Toen hij zonder na te denken het fruitafval in de binnenstad uit zijn auto wierp, had hij meteen de politie op zijn dak. Zoals zo vaak reed Hille vorige maand met zijn klassieker met open dak door de binnenstad van Leeuwarden. Maar deze keer werd hij plotseling aan de kant gezet door twee agenten. Nou, ze zeiden gewoon, meneer, weet u waarom we u staande houden? Ik heb geen idee. U heeft wat uit de auto gegooid. Een klokhuis. Zonder na te denken had Hille het klokhuis van zijn appeltje weggegooid. En dat bleek een grove overtreding, want de boete was niet mals. 180 euro. Nou, ik krijg bijna een hartverzakking. Ik denk, wat is dit nou? Dus ik denk, ja, goed luisteren, dit vind ik wel heel erg. Dit gaat, alle paden te buiten, vond ik. De politie wil niet voor de camera reageren. De politiek daarentegen wel. PvdA Tweede Kamerlid Jeroen Recour snapt de boete ook niet. Van de zotte, zo'n bekeuring. Dat is nou echt een pestboete, zeg. Als je voor een appel weggooien en boete krijgt, dan
Zijn er geen belangrijke dingen te doen? Volgens de letter van de wet hadden ze wel gelijk. Maar ze hadden ook kunnen zeggen, meneer Assies, wilt u niet weer een klokhuis uit de auto gooien? Hille blijft zijn appeltjes eten, maar de volgende keer kijkt hij wel beter uit waar hij zijn klokhuis laat. Straks, 11 november is de dag. En in shownieuws, Jan Smit is zojuist getrouwd met zijn Lisa. De Limburgse gemeente Onderbanken blijft zich verzetten tegen het voornemen van minister Hille van Defensie om bomen te kappen in de Schinveldse bossen. Hij wil de bomen laten weghalen omdat ze de Ewoks-vliegtuigen van het naastgelegen NAVO-vliegveld zouden hinderen. In 2006 werd op verzoek van de NAVO, maar tegen de zin van Onderbanken, 6 hectare bomen gekapt om het vliegverkeer veiliger te maken. De gemeente spande vervolgens een procedure aan en kreeg gelijk. De Raad van State oordeelde dat de bomen nooit omgezaagd hadden mogen worden. De gemeente is dan ook niet van plan om in te stemmen met het nieuwe voornemen van de minister. Daar is de hele gemeente het niet mee eens. In eerste instantie zijn we gisterochtend als college hebben we dat standpunt ingenomen. In Onderbanken wordt geen boom meer gekapt in het kader van AWAX. Omdat wij een tijdje geleden ook een procedure hebben gewonnen dat er onrechtmatig is gekapt hier. Maar ik hoop dat het ministerie nu verstandig is en kijkt gewoon hoe het uiteindelijk is afgelopen. De kap van de bomen zou ervoor zorgen dat er nog meer geluidsoverlast komt voor de omwonenden. En die is op dit moment al aanzienlijk. Brunsummer Nico Trommelen strijdt al jaren tegen de lawaaiige Ewoks. Hij heeft nu een kort geding aangespannen om de vluchten stop te laten zetten. Daar komt hij aan, kijk, hij hangt nog helemaal steun. En dit heb je hier dus elke dag, de hele dag? Dit heb ik het vaakst wat ik ooit gemeten heb, 86 keer op een dag. Op één dag? Op één dag. En dat gaat gewoon constant door. Dat heb ik gewoon tientallen keren per dag. Als we bij Nico zijn, komt in 20 minuten tijd 3 keer hetzelfde AWAC-toestel met een bulderend geraas laag over zijn huis vliegen. Al 30 jaar verzet hij zich tegen de overlast, maar de overheid doet tot nu toe helemaal niks. Dat kan niemand zich voorstellen hoeveel stress dat met zich meebrengt. Je woont in een van de mooiste plekken van Brunsen. En het is constant heb je het geluidsoverlast, je bloeddruk, je hart, je gesteldheid, alles. En dat blijken ze in Den Haag gewoon normaal te vinden. Als laatste redmiddel heeft Nico nu een kort geding aangespannen. Iets waar de vereniging Stop Ewoks erg blij mee is. Het criterium is dat deze vliegtuigen nergens meer ter wereld zouden mogen vliegen. En waarom niet? Omdat ze te veel uitstoot hebben. Zowel wat geluid betreft, maar ook wat fijnstof en roet betreft. Dat zal zeer zeker de gezondheid van de burgers die in deze regio wonen schaden. En daarom zijn wij van mening dat we hier iets aan moeten doen. We hebben toch recht op een rustig leven hier in Nederland. Het is toch absurd wat hier gebeurt. Ik hoop dat de rechter nu eens een keer gaat voor ons beslissen. De online hulpverlening verkeert in zwaar weer. Bij deze vorm van hulp worden mensen met bijvoorbeeld een depressie of eetstoornis via chat of e-mail geholpen. Het is laagdrempelig en anoniem, waardoor meer mensen de stap maken om hulp te vragen. Maar vanwege die anonimiteit kunnen verzekeraars de kosten niet dekken. En daardoor dreigen veel succesvolle sites om te vallen. Nanda Jansen uit Zeist heeft enorm veel baat bij de online hulpverlening. Ze doet aan zelfbeschadiging, wat inhoudt dat Nanda zichzelf krast of snijdt om zich daar beter door te voelen. Nanda zocht hulp via de website zelfbeschadigingondercontrole.nl. Ze kan daar 24 uur per dag haar verhaal kwijt en ze wordt er behandeld. En als je dat dan online kan doen en anoniem, dan heb je ook veel meer vrijheid om heel open te praten wat je gedaan hebt zonder een oordeel over je heen te krijgen. De online hulpverlening werkt bijna te goed. Vorig jaar kregen bijna 200.000 mensen hulp via e-mail of chat. En dat is een enorme stijging ten opzichte van de jaren ervoor. Initiatieven dreigen nu aan hun eigen succes ten onder te gaan. Omdat er heel veel gebruik van wordt gemaakt, maar de vergoeding niet navenant is. En dat komt omdat mensen anoniem worden geholpen. Verzekeraars kunnen niet vergoeden omdat ze niet weten aan wie de zorg geleverd is. Dat is heel jammer, want die verzekeraar heeft wel het voordeel ervan.
Mensen gaan dankzij internet minder snel naar de reguliere hulpverlening, hoeven minder zware hulpverlening omdat ze sneller hulp zoeken. En dat grote voordeel wordt nu onvoldoende benut. De problemen met anonimiteit merken ze ook bij de site Grip op je Dip. Hier kunnen jongeren terecht als ze zich depressief voelen. Maar ze moeten nu hun gegevens prijsgeven. En dan haken ze bij mij in ieder geval allemaal af. Ik heb nog niet één jongere gehad die zegt, oké, dat is goed. Hier zijn mijn gegevens en ik wil graag verder. En het gaat juist om die anonimiteit, die laagdrempeligheid, die daardoor dus eigenlijk wordt afgenomen. Ja, waardoor je jongeren bereikt die anders geen hulp zoeken. Iedereen hoopt daarom dat er voldoende geld beschikbaar komt om alle hulpverleningssites in de lucht te houden. En zeker voor dat mensen die nu helemaal vastzitten in hun problematiek, juist dan de kans krijgen om aan hun problematiek te werken. Op hun manier, in hun tempo, op een goed aangeboden manier. Het is u vast niet ontgaan. Het is vandaag de 11e van de 11e. En dat betekent vooral voor de kinderen Sint Maarten. 11 november is de dag. Het is waarschijnlijk een van de meest gezongen liedjes vandaag. En dan is het natuurlijk de bedoeling dat mensen een rijk assortiment aan snoepgoed klaar hebben liggen. Want zingende kinderen met zelfgemaakte lampionnen verdienen natuurlijk een beloning. Maar het was geen gewone 11e van de 11e vandaag. Het is ook nog eens het jaar 2011. Een prachtige datum om te trouwen dus. Hier in Maastricht bijvoorbeeld is het dringend geblazen vanochtend. Maar liefst 23 stellen zullen op het stadhuis in het huwelijksbootje stappen. We zijn goed voorbereid. We zijn met genoeg ambtenaren. We hebben een hele goede begeleiding. En hier in het stadhuis loopt het voorlopig nog heel erg goed. Voor alle tijdstip 11 over 11 is erg populair bij de tortelduifjes. Maar vanwege de drukte lukt het slechts enkele om ook daadwerkelijk op dit moment te trouwen. Nou, het was van hem. Hij zei, als hij wilde trouwen, wilde hij op de 11e van de 11e 2011 om 11 over 11. Dat was zijn, zijn eis, moet ik zeggen. Ja. En waarom was dat? Gewoon, ja, ik ben Maastrichtenaar, toort bij Limburg, vier altijd carnaval. Ja, dan is dat een mooie datum. Op exact hetzelfde tijdstip is het zo'n 200 kilometer noordelijker in het Amsteland ziekenhuis in Amstelveen eveneens groot feest. Kleine Evi wordt precies om 11 over 11 op de 11e van de 11e in het jaar 2011 geboren. Het was ongelooflijk, want op een gegeven moment was ze geboren en iemand zei van, het is 11 over 11. En ik dacht dat ze een grapje maakte. Later bleek dus dat het echt was. Het is gewoon heel bijzonder. Tot zover deze uitzending van Hart van Nederland. Voor meer nieuws kunt u terecht op onze website hartvannederland.nl. Dag!